Goedemorgen. We staan hier in het Dordrechts Museum voor de laatste uit de serie van 3 Rembrandt on Tour. En laat ik even zeggen dat ik toch eigenlijk heel blij ben dat we dit systeem ontdekt hebben. Dat we op deze manier toch met alle Rembrandt-leden nog kunnen genieten van wat verzameld is door ons en door anderen. En in dit geval in het Dordrechts Museum. Ik sta hier met Peter Schoon, directeur van het Dordrechts Museum en welkom. Ook bestuurslid van de Vereniging Rembrandt. En we staan hier voor een Rembrandt die overigens ook gesteund is in een ver verleden door de Vereniging Rembrandt, een bruikleen van het Rijksmuseum. En waarom staan we hier? Dit is de Rembrandtzaal van het Dordrechts Museum. En Peter, waarom heet dit eigenlijk Rembrandtzaal? Dit heet Rembrandtzaal. Alle werken die hier hangen hebben iets gemeenschappelijks. Namelijk, er is geen stad buiten Amsterdam die zoveel leerlingen van Rembrandt heeft voortgebracht als Dordrecht. Je moet denken aan Ferdinand Bol, Nicolaas Maas, Arend de Gelder, Jacobus Levec. Die zijn allemaal leerlingen geweest van Rembrandt. En van al die kunstenaars hebben we werken in onze collectie en dat laten we hier zien. Fantastisch. Dan gaan we nu kijken naar wat de nummer 1 is geworden. Van de stemmen die u allemaal hebt uitgebracht, welk werk u meer van wilde weten? En laat dat nou ook een schilderij zijn dat in deze Rembrandtzaal hangt. We zijn hier niet voor niks begonnen. En hier ziet u het al, we lopen dichterbij. En nummer 1 met de meeste stemmen is deze Cornelis Bisschop, die eigenlijk nog helemaal niet zo lang in het museum is. Nee, we hebben hem sinds 2014. Ik heb het kunnen aankopen met steun van de Bank Giro Loterij en de Vereniging Rembrandt. Het was een schilderij wat eigenlijk onbekend was. Niemand kende het ook. En we vonden het op een veiling in Londen bij Sotheby's. En toen we het zagen, het ging heel hoog, moeilijk te zien. We zagen wel dat het heel vuil was, maar dat het wel een prachtig schilderij is. Dus toen we het gekocht hebben, toen hebben we het in ons restauratieatelier uitgebreid onderzocht. Die gele vernislaag hebben we eraf gehaald. We hebben een nieuwe oude lijst gegeven en hier straalt hij. En ik ben eigenlijk benieuwd, even een vraag aan iedereen die kijkt. Diegenen die gestemd hebben op dit schilderij, dit is het moment om vragen te stellen aan de directeur. Wat wilt u er meer van weten? Die vragen kunt u via de chat typen en die komen keurig bij ons door en gaan gesteld worden. Maar misschien eerst even het verhaal van Peter. Nou, kijk, wat ik zo bijzonder vind aan dit schilderij, het is natuurlijk eigenlijk, als je kijkt naar de compositie, die is, vind ik, heel gedurfd, hè, met die dienstmeid die zo keurig door die onderste beeldrand wordt afgesneden. En het perspectief, dat is indrukwekkend. Als je alleen al kijkt al naar het balkenplafond, hoe al die balken eigenlijk terechtkomen bij de dienstmeid. Hè. Dus, zij steelt de show op het schilderij. En wat we zien is hoe ze toch zeer aandachtig in een soort verstilde houding een vissaus aan het voorbereiden is. En dat een knechtje de kooltjes aanblaast. En als je heel goed kijkt, dan zie je ook dat er wat vlammetjes omhoog gaan. Ja, het is een heel indrukwekkende scène. En het mooie is ook, hè, als je kijkt naar het licht wat zo van linksboven komt op de meid. Waardoor ze de volle aandacht krijgt. Maar vervolgens, wat Bisschop heel ingenieus heeft gedaan, zorgt hij ook voor al die vertrekken waar telkens weer een andere lichtbron te zien is. En of dat nou hier de open haard is, vanuit het raam. Wat ik heel mooi vind hier, dit vertrek. Maar misschien wel de allermooiste is deze doorkijkje in de tuin, waar we zelfs nog 2 pauwen kunnen zien. Ja, een vraag nog wel. Een vraag? Ja? Iemand vraagt uit dezelfde tijd als Vermeers Melkmeisje dit schilderij. Was het gebruikelijk om toen interieurs met dienstmeiden uit te beelden? Ja, dus is het uit dezelfde tijd? Het is ongeveer uit Okay. Ja, ik herhaal even de vraag. Is het uit dezelfde tijd van Vermeer en was het gebruikelijk in die tijd om dienstmeiden af te beelden? Ja, dus het is ongeveer uit dezelfde tijd als Vermeer en het was heel gebruikelijk om dit soort dienstmeiden op schilderijen vast te leggen. We hebben ook, kan ik zo laten zien, een aantal voorbeelden van in onze collectie. Kijk hier bijvoorbeeld, Reinder Kovijn. Eigenlijk is ze kennen elkaar, Cornelis Bisschop en Reinder Kovijn. En wat je hier ziet,
is dat eigenlijk Corvijn later geschilderd heeft, die figuur eigenlijk omgedraaid, maar is eigenlijk met dezelfde handeling bezig. Ook de vissaus is klaar en wordt over de vis gegoten. En als we nog verder kijken... Mag ik eerst nog een andere vraag stellen? Ja, dat mag. Tuurlijk. Ja. Leuk. Een vraag aan de zender. Ja. Hoe vind je zoiets? Is het puur toeval dat dit nog ontdekt is? Hoe hebben jullie dit gevonden of is het echt toeval? Ja, toeval. Je moet je voorstellen, tegenwoordig, hè, online zijn alle veilingen natuurlijk toegankelijk. Dus wij hebben onze conservatoren, die zijn heel alert erop. Zitten, ik kan het zeggen, dagen achter de computer en nachten, maar veel. En als er iets maar met Dordrecht, hè, dan appelleert dat aan. En zo zijn we dit schilderij tegengekomen. Nou, je kan dus in je zoekfunctie kan je schilders invoeren, de stad invoeren. En staat Bisschop nog steeds ingevoerd of zeg je we hebben genoeg? Bisschop staat nog steeds, staat nog steeds ingevoerd. Okay. Dat wil niet zeggen natuurlijk, want altijd interessant om te zien wat hij nog meer heeft gemaakt. Om als het ware ook je kennis te vergroten. Maar we hebben nu met dit schilderij en we hebben nog een prachtig zelfportret van hem, wat we straks nog even zullen laten zien. Ja, is Bisschop goed vertegenwoordigd in de collectie Dordrecht. Mooi, mooi. En even nog de aandacht voor die details. Als je kijkt, zo'n pastei en die zalm, ik vind het mooi gedaan. En als je kijkt ook zelfs nog hier, heel leuk, dat vogelkooitje of zo. Dus het is met zoveel precisie en met liefde is het geschilderd. Ook dit soort plooikommen hier. Uit Delft, dat is natuurlijk heel goed gedaan. En wat mij intrigeert, nog één voordat we doorgaan, is er staat hier een figuur op, wat bijna een geest is. Ja, die is wat dun geschilderd, dus het is bijna of ze vliegt, hè? Zo, ja. Het ziet er bijna uit. Doorzichtig. Ja, wat mij nou nog intrigeert, is ook die sleutel aan die deur. Als je hier kijkt, dan zie je gewoon, ja, dat is briljant gedaan. In al die details. Ja, en ook dat licht. Ja, en het mooie, dat rood van de dienstmeid. Ja. Het is een ongelooflijk aantrekkelijke. Ik begrijp dat dit op nummer 1 is gekomen. We gaan door. Nog één vraag, laatste vraag. Weten we of dit interieur gebaseerd is op een bestaande plek? Is het in Dordrecht? Goede vraag. Herhaal even de vraag, Peter. Ja, de vraag was of dit of deze keuken of die herkenbaar is, of dat een bestaande keuken was in Dordrecht. We hebben er onderzoek naar gedaan, natuurlijk, want wij waren ook heel erg geïnteresseerd van, is dit zo'n hele grote keuken? En we hebben het vooralsnog niet kunnen vinden. Dus nou ja, we gaan nog op zoek. Maar we weten wel ook dat kunstenaars niet alles heel realistisch weergaven. En juist die spanning van die doorkijkjes, ja, dat om daarmee te spelen, ja, dat vond men aantrekkelijk om te doen. Oké. Okay. Ja, dus we gaan door. We weten het niet. We gaan door. We kunnen er nog langer over door, maar we gaan door. Wat we wel zien, dus Bisschop, dat hij beïnvloed is door Nicolaas Maas. Ook weer een dienstmeid. De luistervink. En het grote verschil met het schilderij van Bisschop, dit schilderij, dat heeft echt een moraliserende betekenis. Want wat we zien is dat de luistervink echt vermanend haar vingertje omhoog steekt. Want wat is er aan de hand? De dienstmeid wordt verleid en de kat grijpt zijn kans in de keuken. En we zien de heer des huizes in een van de vertrekken, trap omhoog, daar aan de maaltijd. Dus hier zie je echt dat upstairs-downstairs verhaal. Terwijl we bij Bisschop is het puur downstairs. Mooi, we gaan door. Maar dank voor alle stemmen die zijn uitgebracht. Want, misschien nog wel leuk om te laten zien, ja, is een zelfportret van de man van wie Bisschop eigenlijk les kreeg. Dit is een zelfportret van Ferdinand Bol, wat hij gemaakt heeft een jaar nadat hij uit het atelier van Rembrandt was vertrokken. En wat je hier ziet is hoe ongelooflijk schatplichtig Bol was aan Rembrandt. Alleen kijk die pose met die arm zo, die afsnijding met de baret, het is natuurlijk heel Rembrandtesk. Ja, mooi. We verlaten de Rembrandtzaal, maar dank voor al jullie stemmen. Want dat geeft ook aan wat een belang van een vaste collectie is. Ik ben echt benieuwd of iedereen die nu kijkt ook wel in het museum geweest is en hem ook in het echt gezien heeft. Of misschien zegt, nu met deze uitleg, moet ik zodra de musea open zijn gaan kijken. Ik ben benieuwd.
We lopen door. We zijn nu in de Kuipzaal. Oké. Okay. En Kuip, Albert Kuip, is misschien Dordrecht's meest beroemde landschapsschilder. Er zijn hier voorbeelden van. Je ziet hier een prachtig ruiterportret. Maar heel bijzonder is dit portret. Het is niet zomaar een eend, het is echt een portret van een eend, waarvan we de naam weten. Dat zien we allemaal op basis van dit versje. De eend heette Seitgen, zat bij een eendenfokkerij in Werkendam, een dorp hier in de buurt. En ze was eigenlijk een wonder der natuur, want ze was 20 jaar oud toen ze werd geschilderd. En dat is vrij oud voor een eend. Eenden worden gemiddeld 10, 15 jaar. Maar dat niet alleen, ze legt ook meer dan 100 eieren per jaar. En ook dat is een unicum. Ik denk dat die twee, die leeftijd en die hoeveelheid eieren, dat daar de fokker zo ontzettend trots op was dat hij aan Albert Kuip heeft gevraagd om een portret te maken van zijn eend. Dus in die zin is dit niet alleen kunsthistorisch, maar ook cultuurhistorisch een ongelooflijk interessant schilderij. En wat het voor ons ook nog interessant maakt, is dat dit schilderij ooit toebehoord heeft tot de verzameling van Jan Vet. Jan Vet, geboren in Dordrecht, maar een van onze beroemdste portretschilders rond 1900. En aan die kunstenaar gaan we vanaf april 2022 een grote tentoonstelling wijden. En natuurlijk zal ook dit schilderij daar te zien zijn. Dit schilderij is ook gesteund door de Vereniging Rembrandt. En ik herinner me nog toen het nieuw het museum inkwam, toen is er een soort van eregalerij gemaakt met allemaal pilaren waarop opgezette eenden die allemaal juichend kwaakte dat Seitgen nu in het museum hing. Dat was een geweldige, ja, was een mooie, geweldige presentatie. Ja. Maar Peter, we hebben nu de geschiedenis van de Dordtse schilders in de Rembrandtzaal Kuip. Maar je wil eigenlijk ook verder met verzamelen. Ja, kijk, we zijn natuurlijk begonnen in 1842. Het is een heel oud museum. 1842, toen zij begonnen echt als museum voor hedendaagse kunst, moderne kunst. Ja. En wat je ziet in de loop van de 19e eeuw, toen is er ook oude kunst aangekocht. En wat we zien is eigenlijk dat tot 1850 hebben we vooral Dordts verzameld. Daarna laten we dat los en is het meer een Nederlandse verzameling, zou je kunnen zeggen. En echt een ode aan de Nederlandse schilderkunst. Met name onze collectie Haagse School is uniek in Nederland, denk ik ook. Met prachtige werken van Weissenbroek, Mensdag en prima. Wat we nu aan het doen zijn, we zijn een beetje aan het verleggen. We vinden het ook belangrijk dat onze collectie ook een soort internationale context krijgt. Dat je ziet dat kunstenaars werken niet geïsoleerd, maar er zijn altijd invloeden over en weer van het buitenland naar ons toe en omgekeerd. En dat is een van de redenen waarom we een prachtig schilderij hebben gekocht van Gainsborough. Als dit schilderij, gekocht met steun van de Vereniging Rembrandt en met een crowdfunding, heel blij mee. Een schilderij wat we allang kenden, dat kenden we uit de literatuur. Het was ooit op de markt in de jaren 70, daarna verdwenen. En het was voor ons interessant omdat we op dit moment bezig zijn met een grote tentoonstelling over Albert Kuip, die dit jaar eigenlijk open zou gaan, maar door de coronamaatregelen doen we dat nu volgend jaar vanaf oktober. En wat we daar doen is niet alleen de mooiste werken van Albert Kuip tonen, maar ook vooral zijn invloed op de Engelse landschapsschilderkunst, want die is groot geweest. Moet ik eerlijk zeggen, de mooiste werken van Kuip zitten ook in Engeland. Ja. Die kwamen allemaal naar Dordrecht toe. En ook werk van Gainsborough, Turner, Constable, Calcutt, dat allemaal. Dus een heel internationaal verhaal, hoe belangrijk Kuip was voor de Engelsen. En hoe fijn is het dan als je zelf een werk hebt wat straks ook een plekje gaat krijgen in die tentoonstelling. En dan zul je misschien vragen van, maar waar is dan die invloed van Kuip? Nou, als we dit werk ook vergelijken met dit werk van Albert Kuip. Albert Kuip, de man van het licht, de koeien, een mooi anekdotisch elementje met zijn fluitspelende herder. En als we dat dan vergelijken met dit late werk van Gainsborough, dan zie je daar ook weer die aandacht voor dat anekdotische, dat herderspaardje wat daar zo verliefd zit. En natuurlijk pontificaal die twee koeien. Nou, daarin zie je eigenlijk ook weer de invloed van Kuip op Gainsborough. En het bijzondere van ons, ook door onderzoek, zijn we erachter gekomen dat beide werken ooit behoord hebben tot de beroemde verzameling Bridgewater. Dat betekent nu ook dus dat we de twee werken die jaren uit elkaar zijn geweest, dat we hier nu weer samen in Dordrecht kunnen tonen. En hoe leuk is dat?
En ook dit schilderij, ik kan het niet genoeg benadrukken, hebben we ook kunnen aankopen met steun weer van de Vereniging Rembrandt. Ja, dus even om het te begrijpen. Het schilderij van Cuyp ging naar Engeland. Ja, het schilderij is naar Engeland gegaan. En waarschijnlijk heeft Gainsborough het ook daar gezien. Precies, precies. En is daardoor beïnvloed om ook zich bezig te gaan houden met koeien. Precies. Je kunt eigenlijk zeggen, zo aan het einde van de 18e eeuw vindt er een ware exodus plaats van werken van Cuyp naar Engeland. Omdat Engels waren gek op het werk van Cuyp. Dus werd enorm gekocht. En wat je ziet is dat Engelse kunstenaars op die manier in contact kwamen met het werk van Cuyp. Ja, mooi. Zo gaat het gelukkig grenzeloos door de kunst. Dankjewel. We gaan eigenlijk nu door met een volgend onderdeel. En nogmaals dank voor al die stemmen. Even kijken of er vragen zijn. Behalve dat de beelden wat donker zijn, dus we vaak wat meer kunnen inzoomen op de beelden. Oké, zo is het. Dus geen vraag, wel veel commentaar dat mensen er al geweest waren. En wij waren met de vis, de tentoonstelling van vorig jaar. Leuke herinneringen hadden en dat ze stimulansie nu om langs te komen. Wat leuk, fijn om te horen. Fijn om te horen. Wil je nog één keer inzoomen op verzoek van... Het is op de Gainsborough. Er stond nog één vraag over Bisschop. Wist men van het bestaan van het schilderij van Bisschop? Met andere woorden, was men er naar op zoek? We wisten niet van het bestaan van... Oh, ik moet even de vraag herhalen. Ja. De vraag is of we van het bestaan wisten van het schilderij. En of we er echt naar op zoek waren. We kennen het schilderij niet. Ook niet uit de literatuur. Dus het was echt een verrassing. Een surprise. Maar wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar Dordtse kunstenaars. Niet zozeer om ze aan te kopen, maar wel om meer kennis te krijgen natuurlijk over de kunstenaars. Ja. En toen dit schilderij langskwam, hadden ze maar dit zouden we zo dolgraag willen toevoegen aan de collectie Dordrecht. Dank. We gaan door naar een volgend onderdeel. Want de Vereniging Rembrandt, dat weet u allemaal, helpt niet alleen met aankopen, maar maakt ook restauraties mogelijk. En wij noemen dat eigenlijk Sleeping Beauties wakkerkussen. Die slapen in het depot, maar verdienen het om op zaal te staan. Dus met die hulp van de Vereniging Rembrandt lopen we nu naar schilderijen die al waren in Dordrecht, maar die met onze hulp gerestaureerd zijn. En daar krijgt u nu iets meer over te horen, over hoe ze eruit zagen, wat er gebeurd is met die restauratie. En hoe belangrijk die schilderijen nu zijn. Dus wij, Peter en ik, gaan even de microfoons overgeven. Ik geef hem door aan Hilbert. Ja. Ja, heel goed. Dankjewel. Ja, en dan moet ik even deze losmaken, ja? En jij geeft hem door aan de restaurator. Ja, ik heb hem. Van het museum, we maken even de microfoons goed schoon. Ja, want Fusine die zei het al. De Vereniging Rembrandt steunt niet alleen aankopen, maar ook sinds 2018, zo goed denk ik, ja. Sinds 2018 ook restauratie, omdat wat we hebben verzameld, al het mooiste, moet natuurlijk ook te zien zijn. En dat begon met een schenking van de Bank Giro Loterij, waarmee het Bank Giro Loterij Restauratiefonds kon worden opgericht. En inmiddels zijn er nog vier andere fondsen op naam die restauratie in de doelstelling hebben. En er komen heel veel aanvragen binnen voor restauratie, kan ik vertellen. Dit jaar zijn het al meer dan 10 in ieder geval. En er wordt ook heel veel gesteund. En onlangs is dus ook het Dordrecht Museum gesteund bij de restauratie van 2 heel bijzondere schilderijen. En daarover ga ik in gesprek met Lidwien Speleers. Lidwien, laat ik eerst even vragen aan jou wat jij hier doet in het museum. Ik ben hier de restaurator van het museum, schilderijrestaurator. En dus normaal restaureer ik hier de collectie. In dit geval hebben we het uitbesteed aan andere restauratoren. Ja, maar wel vanaf de zijlijn betrokken geweest, neem ik aan. Ja, wel bij de selectie en we zijn ook langs geweest om te kijken hoe het ging. En we hebben contact gehouden tijdens het werk. Ja. Misschien wil ik eerst even weten wat deze twee schilderijen zo bijzonder maakt. Dus wat het waard maakt om gerestaureerd te worden en weer op de zaal getoond. Dit zijn de schilderijen van Alexander Wüst. En dat is een naam die waarschijnlijk de meeste mensen niet zoveel zal zeggen. En dat is ook een goede reden waarom ze gerestaureerd moesten worden.
Alexander Wüst was een 19e eeuwse schilder die grootse landschappen schilderde. Met hele indrukwekkend formaat, maar ook hele mooie mysterieuze composities. En er zit heel veel gevoel in. En het zijn heel indrukwekkende werken. Vinden ze niet heel typisch Nederlands? Nee, precies. En daarom is hij misschien een beetje in de vergetelheid geraakt. Hij is zelf opgegroeid, hij is geboren in Dordrecht. Maar is in zijn jeugd al naar New York verhuisd. Is heel lang in Amerika geweest, heeft daar geschilderd. Is daar ook onder invloed geweest van Amerikaanse schilderkunst. Daar werden van die hele grote landschappen geschilderd door de Hudson River School. Daar sloot hij zich bij aan. Hij is later in de jaren 60, dus 1860 zeg maar, is hij teruggekomen naar Europa. En toen is hij hier ook gaan zoeken naar die grootse landschappen. Dus hij schilderde niet het Nederlandse landschap. Hij ging naar Schotland, Zwitserland en Noorwegen. Ja. En deze twee werken zijn dus Noorse landschappen. Ja. Je weet eigenlijk heel erg veel. Ben je ook kunsthistoricus? Ik ben ook kunsthistoricus. Is het verplicht voor restaurator om eerst een kunstgeschiedenis te studeren? Dat was vroeger of kunstgeschiedenis of scheikunde. Ja. Inmiddels is het een heel ander systeem en nu heb je een bachelor van een van beide nodig. Ja. 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 Maar hij heeft dus hele mooie landschappen geschilderd, maar niet de typisch Hollandse. Nou, dit ziet er dan heel Hollands uit. Dat associëren we ook met de Haagse school. En ja. Het is heel anders dit. Wij zijn het enige museum in Nederland die werken van hem in bezit heeft. Hmm. Dus het was ook aan ons om hem weer eens eventjes op de kaart te zetten eigenlijk. Ja. Ja. Nou, dat is goed. We hebben meerdere werken, ook niet alleen deze twee. Ja. Ja. Maar dit zijn de grootste? We hebben nog een grote, maar die was in betere staat. Ja, okay. Ik kan wel een restauratie gebruiken, maar dat zouden we zelf kunnen doen. Maar deze waren er zo slecht aan toe dat we hier echt financiering voor nodig hadden. Dat hadden we niet zelf kunnen doen. En hoe lang heeft het geduurd voordat ze weer eruit zien zoals ze nu uitzien? Nou, uiteindelijk zijn ze een jaar weg geweest. Oké. Ja. En wat hebben jullie precies gedaan? Dat willen we ook wel graag weten, denk ik. Nou, ik zal ook even wat foto's laten zien van wat er aan de hand was met die werken. Dan moet ik even naar deze kant. Dit is Bergstroom bij Finnmarken in Noorwegen. En dit schilderij had hele grote plooien in de hoeken. En daar was ook verfverlies bij opgetreden. Ah, dus het is een beetje gaan bobbelen of zo, dat doek. Het doek is gaan bobbelen. Je ziet hier zo'n plooi, je ziet de glans van het licht erop. Ja. En de verf was er af aan het vallen in dat gebied. En waar is dit op het schilderij? Hier beneden in de onderhoek. Oké. Okay. Ja. En hoe is dat dan opgelost? Dat is weer vastgeplakt met lijm. Maar de plooien, soms kan je plooien eruit krijgen door het werk een beetje uit te spieren. Dat kon in dit geval niet. Het was echt zo groot. Het is natuurlijk een heel groot schilderij. En het bleek dat de randen waren uitgescheurd waar het doek is opgespannen op het spierraam. Dus het hele doek is van het spierraam afgehaald. En er is een strook doek rondom aangezet, zodat er weer een stevige rand aankwam. En hij is helemaal opnieuw opgespannen. Die kale delen die zijn dus weer gevuld? Weer gevuld, de kale delen zijn weer gevuld en bijgesteld. En hoe kom je op de juiste kleur? Doe je een testje of zo? Nee, want hoef je niet dezelfde materialen te gebruiken. Ja. Je kan gewoon werken naar de kleur. Dus je kan visueel de kleur erbij aanpassen. Dus als het zwart is, dan kies je een zwart waarvan je denkt die past er mooi bij. Maar het hoeft niet hetzelfde materiaal te zijn als destijds. Sterker nog, het is vaak beter. Okay. Om een ander materiaal te gebruiken, omdat niet alle materialen altijd heel stabiel zijn gebleken. Ja. Ik heb twee vragen. Ja. Hoe lang gaat een restauratie mee? Is de eerste vraag. Ik ga de vraag even herhalen. Ja. Dus de vraag is, hoe lang gaat een restauratie mee? Ja, dat komt goed te sprake bij het volgende. Want het tweede wat ermee aan de hand was dat het vernis heel erg vergeeld was. Ja. En dit is een foto van voor restauratie, waar je al een idee krijgt van hoe geel het is. De grote witte plekken, dat zijn stukjes papier die erop zijn geplakt om te zorgen dat de verf niet tijdens transport er verder af zou vallen. Verder zie je daar hier dat er allemaal verfspatters op de schilderijen zaten. Dus het vernis, dat is een dun transparant laagje op het schilderij. En dat is onderhevig aan veroudering en dat vergeelt. En dus hoe lang is een restauratie houdbaar? Dat heeft vooral met het vernis meestal te maken. Dat is meestal het eerste wat gaat tonen dat het niet meer helemaal
ja, dat het gewoon niet meer zo mooi uitziet. En meestal moet om de 50 jaar zo'n beetje een vernis verwijderd worden. In dit geval zal het langer geleden zijn geweest, denk ik. Het was echt heel donker. En dat kan je vooral goed zien als je kijkt naar een detail tijdens het verwijderen van het vernis. Daar heb ik ook een plaatje van. Ja. Tijdens het verwijderen van het vernis is het beste moment om te laten zien hoe ontzettend geel het vernis is. En ook is het enigszins ondoorzichtig, dus je kan ook goed zien hoe je eigenlijk de verfstreek van de schilder verliest. Je verliest alle kleurnuances. Waar is dit op het schilderij? Ik zie dus verschillende rotsen. Dit is hier, precies, ik zat ernaast houden. Oh, die kleine rots naast die grote. Ja. Oh, ja, nu is het goed te zien. Gigantisch verschil inderdaad. Ja. Dus de restaurator heeft een beetje met de stroom mee schoongemaakt. Ja. Niet helemaal recht. Dus je hebt hier een stuk wat schoon is. Hier is vuil, hier is schoon. Wauw. Ja. En het was alleen niet in dit geval alleen de schilderijen, maar ook de lijsten die er slecht aan toe waren. En dat maakt het ook zo kostbaar in de restauratie, want eigenlijk het was even duur, zeg maar. Maar daar heb je dus ook een andere restaurator voor nodig. Ja, daar hebben we een andere restaurator voor nodig. Dus het staat twee. Want er zijn gewoon mensen gespecialiseerd in schilderijen, lijsten, restauratie, neem ik aan. Ja. Dus Suzanne Stanger heeft schilderijen gerestaureerd en René Velsink heeft de lijsten gedaan. Dus dat was inderdaad de tweede vraag. Dus was de restauratie uitbesteed omdat er zoveel aan gedaan moest worden? En was het dus te groot voor interne restauratie of niet? Ja, de vraag was dus of het is uitbesteed omdat er zoveel werk aan gedaan moest worden, vanwege specialisatie. Nou, ik denk vanwege beide, toch? Want jij bent schilderijenrestaurator. Dus die restauratie van die lijsten had sowieso uitbesteed moeten worden, denk ik. Ja. En dit zijn natuurlijk hele grote schilderijen, dus ik had ze kunnen doen, maar dat is natuurlijk gigantisch veel tijdsinvestering. En je kan er ook voor kiezen om het dan uit te besteden en zelf weer andere dingen te doen. Yeah. Dus in dit geval, de lijsten zouden sowieso uitbesteed worden. Bij de lijsten waren heel veel stukjes eraf aan het vallen. Ja. Dus je ziet hier stukjes, hier stukjes. En, ook hele grote stukken, zoals hier een heel stuk van profiel. Ja, want waarvan zijn die lijsten gemaakt? Lijsten zijn gemaakt van hout en daar zit dan gips op. Dus er zitten zeg maar die profielen. En dat is gebruikelijk voor de 19e eeuw? Ja. Of niet? Ja. En ook dat ze zo... Deze zullen dan echt op... Dit soort lijsten had je niet klaar liggen, denk ik. Dus dit echt op maat gemaakt voor deze schilderijen? Ja, op maat gemaakt voor de schilderijen. Ja. En heeft dan de opdrachtgever daar ook een stem in? Lijkt me wel. Dus dat de opdrachtgever bepaalt van, ik wil ze ingelijst hebben en dan op deze manier, of worden er gewoon patronen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet, want je hebt heel vaak, je ziet heel vaak op foto's van interieurs van schildersateliers, dat er ook schilderijen al ingelijst staan. Dus of je ze, het is natuurlijk ook veel, als je zeg maar naar een schilder toe gaat en zegt ik wil iets van je kopen, dan is het wel veel mooier als daar al een lijst omheen zit. Ja. Dan ziet het er meteen veel mooier uit. Dus misschien werd het wel zo verkocht. Ja, maar zo'n lijst is natuurlijk ook heel duur. Dus het is ook een investering voor de schilder als hij het op die manier gaat presenteren. Ja, maar ik heb het ook gezien inderdaad van die schilderijen, van ateliers waarop je de kunstenaar ziet werken aan een schilderij dat al is ingeleid. Het is zo vreemd. Ja, heel vreemd. Ik vind dat heel intrigerend. Ik verzamel ze het heel erg. De lijsten waren ook zo slecht aan toe dat ze eigenlijk eerst al een beetje gerestaureerd moesten worden in het depot voordat ze überhaupt op transport konden. Want de verf, vooral aan de randen, aan de buitenranden, was echt heel erg eraf aan het vallen. Ah, ze zijn niet in Dordrecht gerestaureerd? Nee, ze zijn naar de restauratieateliers van de restauratoren gegaan. Ja. Ik heb nog één vraag. Ja, Moet een restaurator zelf een goed schilder zijn? De vraag is... of een restaurator zelf ook een goed schilder moet zijn, dus een schilderijenrestaurator in dit geval. Als een restaurator heb je zelden dat je hele grote stukken hoeft bij te schilderen. Het is vaak hele kleine invullen van hele kleine plekjes. Dus in die zin hoef je eigenlijk geen goed schilder te zijn, maar je moet natuurlijk wel heel handvaardig zijn. Ja. Want je bent op heel kleine schaal bezig, heel precies. En, dus je moet handvaardig zijn, maar je hoeft niet per se een goed schilder te zijn. Ja. Ja. En enkele keer kan het gebeuren dat er echt een heel groot stuk uit een schilderij mist. En dat je dan wel
grootschreef moet bijschilderen. En als je dan die vaardigheid niet hebt, kan je natuurlijk iemand zoeken die dat wel heeft. Er zijn natuurlijk ook mensen die daar meer of minder vaardig in zijn. Er zijn restauratoren in allerlei soorten en maten. Was het hier het geval? Dus het grootste probleem leek mij, op basis van de foto's, de vernislaag. Ja. Maar is hier ook veel bijgeschilderd? Je liet net iets zien op dat schilderij, dus donkere plekken daar in de hoek. Soms zie je wel dat er veel is bijgeschilderd door andere restauratoren al in het verleden. En dat je dan moet je dat weghalen. Dat is in dit geval eigenlijk ook niet zo erg geweest. Dus na de vernisafname was het alleen schade herstellen zoals die in de hoek. Ja. En hier en daar was de verf een beetje sleets, want in het verleden is alles een keer vernis afgenomen en hebben ze een beetje te hard gepoetst. En dus er waren plekken waar die sleetsheid een beetje teruggebracht is. Zo waren er bijvoorbeeld enkele vogels in dit schilderij. Waren bijna weggepoetst. Ah ja, dus die zijn wel wat. Daar die zijn een beetje bijgesteld. Een beetje bijgesteld. Ja. Maar geen papegaaien van gemaakt, gelukkig. Oké. Tot wanneer? Want ze hebben nu echt een ereplek hier bij de trap. Hoe lang blijft ze hier hangen? Ze hebben hier een ereplek. Dit is een soort wand waar we korte presentaties houden van dingen die even momenteel actueel zijn. Deze blijven nu hangen tot het voorjaar. Op 28 maart opent de tentoonstelling Wanderlust. Dat gaat juist over de reizende kunstenaars, de kunstenaars die naar het buitenland gingen, die dat weergaven. Dus deze gaan daar in maart naartoe. Schitteren op die tentoonstelling Wanderlust. Ja. Wat fijn. Litwin, heel erg bedankt. Ja, ik denk dat wij jouw microfoontje weer gaan afpakken. Ja. Of je mag het zelf gewoon schrijven. Dan gaan we naar het volgende onderdeel. Het derde en laatste onderdeel. En dan gaan we de microfoontjes ook weer overhandigen aan Peter Schoon en aan Fusine Belle de Vroeg. Ik ben heel erg benieuwd, want Fusine is gevraagd om een zaal in te richten van het Dordrecht Museum. Naar eigen inzicht. Mocht zelf bepalen wat ze wilde tonen en ook natuurlijk wat ze erbij wilde schrijven. Ze heeft de teksten zelf geschreven. En nu gaan we de rol een beetje omdraaien. Dus nu zal niet Fusine de vraag gaan stellen, maar Peter zal de vraag gaan stellen aan Fusine, die dus de gastconservator was voor deze collectiepresentatie. En ja, hebben we nog die... Ja, dus als jij dat even zou willen doen, dan maak ik het natuurlijk even netjes schoon. En deze kan aan Fusine worden gegeven dan. Super, dankjewel. Oh, ik kan het niet zien. Ja, dat is, denk ik. Bijna. Ja. Oh. Dankjewel. Oké. Het was een super spannende kans die ik kreeg. En als eerste moet ik ook wel zeggen dat elke tentoonstelling die ingericht wordt, dan denken wij van, nou mooi, goed gehangen en zo. Maar om het te doen is eigenlijk bloedspannend. Want je wordt ook wel een beetje kwetsbaarder van ja, dit zijn mijn keuzes. Maar ik doe het eigenlijk voor een groot publiek. Dus het is een hele mooie oefening in bescheidenheid op kritisch rondkijken, als je het zelf moet doen. Ik vond het ook leuk om te zien, Fusine, hoe je, niet onzeker, maar wel, hoe spannend je het vond om die keuze te maken. Maar dan gaan we het zo maar gaan kijken. We beginnen even bij een schilderij wat hier zo mooi hangt, dat niet in mijn zaal terecht is gekomen. En dat is eigenlijk het lievelingskind van Peter misschien wel. Ja, dit is misschien wel de... Ja... Het was de meest ambitieuze aankoop die we gedaan hebben, ook de meest bijzondere. Een werk van Jan van Gooyen uit 1652. Een prachtig monochroom schilderij met een waanzinnige wolkenpartij. En van Gooyen, een Leidse kunstenaar, die veel in Dordrecht is geweest en daar getekend heeft en de mooiste portretten van de stad heeft gemaakt. Dit werk hing bij ons, hadden we in bruikleen van het Rijk. Maar uiteindelijk moest het in 2007 moest dit schilderij terug naar de erfgoudsticker. Dus het schilderij is keurig opgehaald en is naar Amerika vervoerd. Toen hebben wij eigenlijk heel snel contact opgenomen met de erfgoudsticker en gevraagd van, zouden wij het schilderij mogen aankopen? En zo ja, hoeveel tijd krijgen we ervoor om dat geld bij elkaar te brengen? Want het ging om veel geld, 3,5 miljoen.
En toen zijn we een grote actie gestart. Geef Dordrecht zijn gezicht terug. Hè. En maar ja, in die 8 maanden is het ons gelukt om dit prachtige schilderij te verwerven. 16,52. Mensen konden €16,52 overmaken. €165,20. €1652. Het is op die manier echt een grote actie. En wat ik het mooie aan vind is, ik zeg dat altijd, we hebben niet alleen een van de mooiste gezichten op Dordrecht teruggehaald naar Dordrecht, maar we hebben veel meer gekregen. Namelijk het enthousiasme van mensen. Iedereen zag ineens van hoe belangrijk ook het museum is. En dat dit schilderij het voorbeeld is van openbaar kunstbezit. Ja, het is echt een fantastische actie. En waarin we ook weer, het moet gezegd worden, ongelooflijk gesteund voelden door de Vereniging Rembrandt. Die als eerste met geld over de brug kwam. En dat is altijd fijn. Hè? De eerste en dan volgen er meer schapen. En dat is hier dus ook gebeurd. Ja, de lieveling van Dordt. Verzien, we gaan nu naar jouw zaal. Ja, zo is het. Ja? Verzien, je mocht kiezen. Je had de vrijheid. Wat heb je gedaan? Ik ken de collectie goed van Dordt. Maar ik ben natuurlijk met andere ogen doorheen gaan lopen. Ik heb ook een hele dag in het depot gelopen. Aan rekken getrokken. Fantastisch om dat te mogen doen. En wat ik eigenlijk wilde is proberen door te geven waarom ik het zo heerlijk vind om naar een museum te gaan. En dat kan ik met de collectie van Dordt. Want ik hou van oud en ik hou van modern. En het maakt me eigenlijk niet zoveel uit welke tijd het is, als ik er door geraakt word. En dat kan positief zijn of negatief. Ik heb hier niks opgehangen waar ik negatief door geraakt word. Maar wat me aanzet in het denken. En ik vind musea altijd plekken waar je ook tot rust kunt komen. In de beeldcultuur waar wij leven, hier mag je rustig naar één beeld kijken. En wat ik geprobeerd heb, is de eeuwen door elkaar heen. En de bezoeker te laten kiezen. Waar word ik door geraakt? Wat wil ik zien? En misschien ook vragen te stellen. Niet kunsthistorische vragen, maar meer vragen van wat zie ik eigenlijk? Misschien, als we kijken naar dit zelfportret van Cornelis Bisschop, hè? De kunstenaar waar we het keukeninterieur net hebben gezien. Nou, dit is de maker ervan. Waarom hangt dit schilderij hier nu in jouw selectie? Nou, ik vind het een intrigerend zelfportret, omdat het meer is dan alleen een oefening omdat je geen opdracht hebt van ik moet een portret schilderen, ik neem mezelf. Hij heeft hier echt gedacht, ik ga zelfbewust laten zien wat ik kan. En ik ben zo ontzettend goed dat dit schilderij iedereen moet overtuigen om mij een opdracht te geven. Arrogant hoofd heeft hij. Ja, behoorlijk arrogant. Ja. Maar hij kan zelfbewust. Het. Zelfbewust, maar hij kan het ook. Dus misschien mag het ook. En dus als je op die manier naar dit schilderij kijkt, dan wordt het eigenlijk een soort van, hoe zeg je dat, een reclame? Eigenlijk een propaganda. Een propaganda voor zichzelf. Visitekaartje. Een visitekaartje, maar hij laat dus ook wel zichzelf zien. Zelfbewust en hij durft zichzelf te positioneren als die hele goede schilder. En wat? Vraag. Er komt inderdaad een vraag. Waarom trekt hij dat gordijn zo weg? Dat is een de vraag is waarom Bisschop dat gordijn wegtrekt. En dat is eigenlijk, daarmee wil hij bewijzen hoe goed hij kan schilderen. In de oudheid is ooit een schilderswedstrijd geweest. En de ene schilder die schilderde druiven, waar de vogels op afkwamen om die druiven te pikken. Maar toen zei de ander, Zeuxis, die zei, ik ben nog beter. Ik schilder een gordijn. En degene met wie hij die wedstrijd aanging, kwam op dat schilderij af en wilde dat gordijn wegtrekken. Nou, die heeft gewonnen. Dus daar refereert Bisschop aan, zo knap ben ik dat iedereen dat schilderij wil wegtrekken. Maar goed, dus dat zelfbewuste zelfportret en Dordrecht. Heeft dat ook iets te maken als je kijkt naar dit werk van Jan Beuten? Hè? Dat is nogal wat eeuwen later. We moeten even oefenen met de microfoons. Dat is natuurlijk veel later, onze eigen tijd.
Eigenlijk net zo realistisch, alleen een ander onderwerp. En is dat een schilder die zichzelf wil laten zien? Hierbij heb ik de vraag gesteld, of stel ik mezelf de vraag, zou die schilder zichzelf niet hebben durven laten zien? Dus is dit misschien een heel bescheiden zelfportret? Van ik wil niet mezelf laten zien, maar ik wil wel laten zien dat ik een schutting heel realistisch kan schilderen. We gaan het Jan Beutenen vragen. We gaan het hem vragen. Hij is in de 80. Ja. En ik vind ook de verrassing, laat ik dat erbij zeggen, de eeuwen door elkaar heen blijft mij wakker houden. Ja, want dat is kijken. Dat is fusie. Dat is hier ook. Hè. En nogmaals, hè, dames en heren, het Rossenheim is het museum van 6 eeuwen schilderkunst. En wat ik zo mooi vind, je hebt echt uit die 6 eeuwen heb je geput. En ja, een grote verschil als hier is bijna niet denkbaar. Nee. En ja, God, ik heb ze gekozen. Ik hou van ateliers. Ik hou ook van de leegte. Ik hou van J. van der Heijden. Dit is het atelier van der Heijden. En hierin heeft hij een schilderij geschilderd, wat hij ook in het groot heeft geschilderd. Ik moet zeggen, dit is een foto van Frans de Lacouzine. Ja. Dat is echt een samenwerking. Dus die maakte die foto en vervolgens hing daar en daar heeft hij een schilderij. Ja, je hebt dat gezien, gezegd. Ja. Ja. En dit is, nou ja, wanneer is het? 92. En dan hangt daarnaast een portret uit, Peter, jij zei het net, 1557. 1557. Een portret van Willem Keij. En ja, op de een of andere manier vind ik dat deze twee met elkaar ook in gesprek kunnen. En dat je ziet dat eeuwen er niet toe doen, dat kunst eeuwigheidswaarde heeft. Ik kan in gesprek met het atelier en ik kan in gesprek met deze prachtige vrouw die zo naar binnen kijkt. En die me ook ontroert door al die eeuwen heen. Misschien... En vooral het samen praten vind ik zo bijzonder. Je kent de collectie vrij goed. Vast heb je verrassingen gezien, maar er zullen vast ook wel werken zijn waarvan je zegt, nee, maar die wil ik, wil ik die toch tonen. Ja. En volgens mij... Ja, dan lopen we door naar een wandje. Kijk, alles wat hier hangt vind ik fantastisch. Wolfkamp, die hangt veel te weinig. Ja, we tonen hem weinig. Ja. En wat een pracht van het schilderij. En dan een Scheffer die niet altijd gewaardeerd wordt. We zullen niet alles laten zien. We moeten gewoon gaan kijken. Het hangt, omdat het vaste collectie is, nog... De komende maanden blijft het hier hangen. Dus dat kan. Maar de eerste combinatie die voor mij stond, waardoor het idee opkwam, ik wil al die eeuwen laten zien, zijn deze twee. Zijn deze twee. En hier zitten ook hoeveel eeuwen tussen? 3 eeuwen tussen. Ja. En aan de Jacob Gerrits van Kuip, hè, met het tulpenbed. En Floris Verster. En ik vind het zelf twee ongelooflijk mooie werken van het Dordrechts Museum. De ene, de tulpen, vlak nadat de tulpenmarkt in elkaar gedonderd was. En, maar toch heel bijzonder dat je tulpen in de grond afgebeeld ziet. Hè, normaal gesproken zie je ze in stillevens, in fase. En dit is op de grond. En je moet je voorstellen, toen dit geschilderd werd, 3 jaar daarvoor, kon je voor de prijs van 1 tulpenbol een Amsterdams grachtenhuis kopen. Nou, was hier al 3 jaar later die tulpenhandel in elkaar gevallen. Maar nog steeds heeft Abraham Kuip die wonderlijk mooie, bijzondere tulpen, die niet voor, echt alleen voor de rijken haalbaar waren, vastgelegd. Bijzonder trouwens is dat Jan van Gooy, hè, die deed ook in tulpenbollen en die is er failliet aan gegaan. Oh, ja. We weten dat zelfs zijn weduwe nog jaren moest afbetalen. Ach, nou ja, zo zie je maar. En dan daarnaast die prachtige kraai van Floris Verster. En ik heb geprobeerd in de teksten daarbij ook niet veel kunsthistorisch dingen uit te leggen, maar veel meer wat ik er zo bijzonder aan vind. En ja, ik vind hoe je in zwart melancholie kunt vangen. Het is een schilderij waar ik altijd even naartoe ga en
stilsta. En een van de redenen ook waarom ik zo'n vaste collectie zo ongelooflijk belangrijk vind. Dat als ik naar Dordt ga, dat ik weet dat ik dit even kan gaan zien en kan gaan stilstaan. Dus het was voor mij een buitenkans. En natuurlijk verzamelt Dordrecht nog steeds door. Dus om die reden heb ik eigenlijk ook de laatste aankoop van het museum hier opgehangen. Dit is ook heel goed, niet met steun van de Vereniging Rembrandt. Want het museum heeft ook vrienden. Plaatselijke vrienden, allemaal wellicht ook door de Van Gooien zich verbonden aan het museum. En dit is een schilderij van Jan Bot. En waarom ik hem leuk vond om hem toch hier op te hangen. A, omdat je het natuurlijk doorverzamelt. En B, omdat het Italiaans licht is. En we begonnen net met Kuip. En Kuip is vooral beroemd geworden omdat Italiaanse licht, terwijl Kuip zelf nooit in Italië is geweest. En hij zag schilderijen van Bot met dat Italiaanse licht, werd daardoor geïnspireerd en ging Italiaans licht naar Bot schilderen, waardoor de Engelsen weer heel erg dol raakten op Kuip, omdat zij veel, die Engelsen veel vaker die Grand Tour maakten en dat Italiaanse licht wel kenden. Dus wat ik ook fijn vind van deze zaal, het zijn 6 eeuwen, het is grenzeloos en het is allemaal zo goed dat het met elkaar praat. En dit is voor mij een reden om altijd weer terug te gaan. Dus ik denk dat dat hem is. Nu nog je allergrootste favoriet, de Weissenbruch. Ja, de Weissenbruch is natuurlijk, dat is, die kent... Ja, dat is toch wel de mooiste Weissenbruch misschien die hij ooit geschilderd heeft. Er hangt natuurlijk veel zwart, blijkbaar hou ik daarvan, maar ik hou ook heel erg van blauw. En ja, hiervan met die schaduwen op de voorgrond en dat licht op de zeilen. En dan natuurlijk dat donzige witte wolkje waarvan wel gezegd wordt dat het mooiste wolkje uit de 19e eeuw is. Je wordt hier vrolijk van, je wil naar buiten. Je ruikt het water, hoe Hollands kan je het krijgen? En Die is hier nog een vraag van mij. Hoe was het een makkelijke opdracht? Nee, helemaal niet. En, was het ook een beetje lijden soms? Nee, het was een embarras du choix. Ja. Ik wilde een lege zaal. Ik wilde de rust voor iedere kijker. Dus ik moest echt keuzes maken. En, Kill Your Darlings. Kill Your Darlings. Maar ik vond het een fantastisch om te doen. En ik hoop dat jullie ook allemaal die kijken hier naartoe gaan. Het is de vaste collectie. Het blijft hangen. En het gaat niet om mij, maar het gaat om de kunst. En die kun je hier op een andere manier zien dan in de rest van het museum. Dank. En we sluiten het jaar af. Er komt volgende week dinsdag nog één uitsmijter. Dus hou allemaal uw mail in de gaten. We hebben in dit moeilijke jaar gezien dat de musea de guts hebben om door te verzamelen. En daar zijn we voor. Dat moet ook. Want de wereld kan stilstaan, maar een verzameling van een museum nooit. Dus kijk dinsdag. Dank. Fijne dagen.